Yo mensen van Pijkvisgenel, liggen we liggen weer ijs op de sloten, dus we gaan weer even ijsvissen. De laatste keer dat we dat deden was 3 jaar geleden, toen hadden we niks gevangen. Ik werd wel goed bekeken in de video. En dan gaan we nu overdoen en kijken of we wel een mooi visje kunnen vangen. Dus we zien jullie zo. Ja, dobber weg. Hoe kut, jongen. Hoe kan het nou weer? Vertel eens even. Oh, nice. Ah, dat is echt kut. Dit is al de tweede keer. Ja, mooi. Nou, even een korte montage. We hebben hier de nieuwste technologie, dat heet elastiekjes. Dat gebruiken we als stoppertje. Daaronder de dobber die tegen het stoppertje aangaat, anders gaat je dobber niet onder water. Dus je kan hem ook nog verstellen op diepte, dat is mooi. 20 gram loodje onder een 25 gram dobber, werkt perfect. Stoppertje, of de, hoe heet dat, die nieuwe technologie. Stiekenieltjes, elastiekjes dus. Daar heb ik er eentje van onder om de knoop te beschermen, anders raakt die beschadigd. Vloeken voor een onderlijntje. Dat is, nou ja, je kan in principe elk onderlijntje gebruiken, maar wel snoekbestendig, zeg maar. Titanium, staal, vloekenbonden, maakt allemaal niks uit. Dit is gewoon een normaal kunststof onderlijntje. Daar heb ik een dreg op gemonteerd dat je ook nog kan wisselen. En daaronder een voorren door de rughaak. We hadden een beetje aasviscrisis, dus we vissen ook met horsmakrelen. Want voorens die bijten niet echt lekker nu. En nou, dit moet hem worden. En die gaan we even in het gaatje doen. Kijk, dus dan gooi je hem in. Gewoon, je hoeft niet zo ver in te gooien. Maar gewoon dichtbij. Maar ja, snoeken zitten gewoon onder je voeten. Nou, en dan ligt hij erin. Helemaal top. De dobber is weg van Jim. We zagen hem ondergaan. En loopt de lijn nog weg of niet? Nee, weer niet. Echt kut. Again, on the track.
Nou mensen, dat was hele realistische sneeuw. Maar we zijn aan het einde gekomen van de video. Helaas niet veel gevangen. Zeg maar gerust niks. Want ja, ik weet niet hoe het kwam. Gisteren hadden we dan nog 3 missers. Vandaag helemaal niks. We hebben het wel geprobeerd en dan gaat het om. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren. En dan zeg ik tot de volgende video. Hallo? Jim? Jim?